Voor ons als onderzoeker is pilootinfrastructuur zeker heel belangrijk. De reden daarvoor is dat het onderzoek nu eigenlijk voornamelijk gebeurt in het labo. Er wordt daar enorm veel kennis vergaard. We gaan ook op zoek naar nieuwe technologieën. We valideren die, we testen die uit. En dan zien we dat die kennis en die implementatie van de technologieën niet hun doorgang maken binnen de bedrijven. En dat is toch wel belangrijk. Dat is ook de reden waarom we het onderzoek verrichten. En daarom gaan wij in samenwerking met Flanders Food op zoek naar pilootinfrastructuur, om dat stukje vertaalonderzoek eigenlijk te kunnen gaan verwezenlijken en op die manier eigenlijk die nieuwe technologieën, die alternatieve technologieën, naar de industrie mogelijk te maken. Waarbij dat we natuurlijk ook gaan kijken naar minder energie en minder waterverbruik. De realisatie van een pilootinfrastructuur is voor West-Vlaanderen bijzonder belangrijk. We hebben een formidabel ondernemingsweefsel, maar we hebben te weinig academische inbedding. En met andere woorden, door testinginfrastructuur, door pilootinstallaties te bouwen, maakt men die brug tussen universiteiten, hogescholen, kennis en het bedrijfsleven. En dit is fundamenteel voor innovatie in de toekomst. Dit is fundamenteel om morgen een duurzaam industrieel weefsel in deze provincie te houden en dus ook veel werkgelegenheid. Die pilootinfrastructuur is natuurlijk zeer uniek en is toch zeer interessant voor ons als aardappelverwerkende industrie, samen met de groentenverwerkende industrie, omdat ze op een haalbare schaal toelaat om vele metingen te doen. Trouwens, die kleine lijn zal uitgerust zijn met zeer veel meetpunten, waar dat we op de verschillende parameters en ook op de verschillende nevenstromen toch belangrijke experimenten kunnen uitvoeren en veel metingen uitvoeren. Dat wat toelaat conclusies te trekken, wat op een zeer grote lijn, een industriële lijn, toch complex is. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat het voor de studenten die later bij ons hopelijk zullen komen werken, ook zeer interessant zal zijn om hun theoretische kennis te kunnen toetsen met de praktijk. In 2016 kregen we de bevestiging van onze voedingsbedrijven dat dankzij de beschikbaarheid van de pilootinfrastructuur in de foodpilot in Melle bij Ilvo hun innovatie een serieuze boost gekregen had. Toen hebben ze ons ook gevraagd om die investeringen in pilootinfrastructuur te verbeteren en te versterken. Daarom hebben we dan eigenlijk ook met Ilvo direct een investering gedaan in nieuwe infrastructuur voor sauzen te maken en textuur via het project Foodinotech. En recent is ook het project Plant Protein Pilot goedgekeurd, waardoor we in 2020 een volledige lijn van plant tot alternatief vleesproduct zouden kunnen opbouwen in de Foodpilot. Terzelfde tijd had UGent de beslissing genomen om via het umbrella concept Vegitech een volledige foodhal te installeren in Kortrijk, waar het er een vol continue lijn kan staan voor aardappel- en groenteverwerking. En daarom hebben we ook beslist samen met UGent om ook hen te versterken en een pilootlijn voor frituren en kouten te voorzien, zodat die lijn ook volledig kan gemaakt worden. In de loop van de jaren hadden we eigenlijk ook vastgesteld dat wij in Vlaanderen nog geen beschikbaarheid hadden voor infrastructuur om brede maaltijden te onderzoeken en zeker ook niet de impact van voedingscomponenten op elkaar in zo'n maaltijd en dan de smaak en de nutritionele impact van die gerechten bij mensen. En daarom is samen met Vives, Pommen West-Vlaanderen en Ilvo beslist om samen te investeren in de Kitchen Pilot. En die pilootinfrastructuur die zal heel waarschijnlijk in 2020 vorm krijgen in het Huis van de Voeding, zodat we ook dat soort onderzoek kunnen doen. Last but not least hebben we samen met de VUB besloten om ook daar een kleine piloot te voorzien voor bakkerijproducten. Heel specifiek zuurdesem in een omgeving waar er geen gist aanwezig is, waardoor dat die lijn dan volledig complementair komt aan de beschikbare piloten van de Hogeschool Gent en KU Leuven. En dan kunnen we eigenlijk ook de bedrijven uit de broodsector op die manier weer nieuwe pilootinfrastructuur ter beschikking stellen.
Al die zaken zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidies natuurlijk. De steun van Vlaio is hier altijd heel erg belangrijk. Heel veel van die investeringsprojecten verlopen via EFRO. Maar we hebben nu ook recent de mogelijkheden om bedrijven te ondersteunen en individuele piloten. Zo zijn er ook een paar in wording. Eentje voor nevelstroomverwerking en eentje voor waterverwerking. Dus in feite, Flanders Food blijft inzetten om ervoor te zorgen dat voedingsbedrijven piloten krijgen, infrastructuur krijgen om nog efficiënter en nog effectiever te gaan innoveren.